dames en heren. Ik vind het een bijzonder moment om hier vandaag te staan en dit mee te maken, deze opleving van de 68 woningen. De eerste woning, zoals inderdaad al gezegd is, in dit project. Een bijzonder moment, ook een belangrijk moment, want zeker in deze tijden, moeilijke economische tijden, is het van belang dat we toch kunnen blijven ontwikkelen, toch kunnen blijven bouwen en toch kunnen opleveren. En dat is van groot belang om te laten zien dat deze woningmarkt hier in Amstelveen niet op slot staat, maar dat deze woningmarkt ook echt nog levendig is en nog vooruit kan. Vandaag hier die 68 appartementen. En de komende twee jaar starten we met de bouw van 42 eengezinswoningen en 206 appartementen. En dat allemaal in de sociale huur. Wat we hier kunnen zien is bijzonder in deze woning, dat er namelijk geen cv-ketel in zit, maar dat hier een zogenaamde warmtewisselaar in zit, omdat we hier werken met koude warmteopslag. En dat betekent dat er dus geen gasleiding in de woningen zit, dat er dus elektrisch wordt gekookt en zeer op energiebesparende wijze de woning van warmte voorzien. En hoe gaat het dan, dat warmte-koude wisselen wat u zei? Wij pompen in de winter warm water op ongeveer 100 meter. Dat via een warmtewisselaar hier, want we moeten het ook weer terugpompen, het grondwater, wordt de warmte uitgewisseld met het systeem in de woning. Dat zijn leidingen die in de grond liggen. Verwarmen wij de woning en in de zomer koelen wij daar de woning mee. En wordt de warmte die uit de woning wordt gehaald, wordt weer teruggeleverd aan de grond 100 meter diep. Dus het is een, zou kunnen zeggen, een sluitend systeem. Oké, dus deze mensen hebben hele zuinige stookkosten. Ja, bijna niks. Elektriciteit voor de verlichting. En dat is het zo ongeveer. U heeft net even binnengekeken, wat vond u het meest opvallend? Hele mooie, ruime woningen, moet ik zeggen. Zoals gezegd, mooi, maar ook goed ingedeeld. Ruim van opzet, met een heel mooi balkon en een heel mooi uitzicht aan de andere kant van waar we nu staan. Heel comfortabel en volgens mij een prima woning om in te wonen. Het is van belang dat de bewoner dan ook goed probeert om te gaan met die systemen. Het is natuurlijk een nieuw systeem ten opzichte van het oude, traditionele systeem. En daar moet men even aan wennen. We moeten goed ook de gebruikerstoepassingen lezen, de handleidingen lezen. En dan kun je via het gedrag van je eigen verwarming en je eigen koeling in feite heel veel besparen. En het is sociale huurwoning. Hè? Waarom vinden jullie dat zo belangrijk? Sociale huurwoning is belangrijk, zowel qua nieuwbouw als qua doorstroming. Wij willen heel graag sociale woningbouw realiseren ten behoeve van de lagere inkomens. En we willen die mensen ook een plek geven in Amstelveen. Ik las dat dit gebouw zou zijn ontworpen, geïnspireerd op de Amsterdamse school. Welke elementen heeft u uit de Amsterdamse school geleend? Een aantal kenmerkende elementen zijn de gemetselde balkons die wij toegepast hebben. Je ziet ook dat alle galerijen van het gebouw gemetseld zijn uitgevoerd. Dat zijn kenmerkende dingen. Je ziet dat hier de kozijnen iets naar voren komen. Het zijn de zogenaamde bloemkozijnen. Die liggen op het metselwerk. En heel kenmerkend is eigenlijk de afdekking van de bovenslaag door middel van dakpannen. En een chaperonpan die eigenlijk de beëindiging van het metselwerk vormt. En vervolgens zie je ook de vierdelingen in de kozijnen. Dus eigenlijk de kozijnindeling, metselwerk en dakpannen. Dat zijn de kenmerkende elementen die we hier terug hebben laten komen. We hebben gezocht in een specifiek metselverband. Dus alle verkeersruimtes, dus waar mensen over de galerij kunnen lopen, de trappen, die hebben een gestapeld metselwerkverband. Alle gewone woningen hebben een halfsteensverband, dus in het metselwerkverband hebben we dat gezocht. Wat voor rol heeft de gemeente daarbij gespeeld bij dit systeem? Nou, wat wij gezegd hebben is van tevoren bij de bouw van deze wijk, wij willen graag hier een duurzame wijk bouwen, die echt duurzaam vanaf het begin af aan opgezegd wordt. Nou, die rol hebben wij vervuld als gemeente, dat je zeg maar, bij de bestemmingsplannen al en bij de ontwerpbestemmingsplannen al in feite dat gaat opleggen, dat gaat realiseren, zodat die woning daarop aangesloten moet worden. Wij willen heel graag sociale woningbouw realiseren ten behoeve van de lagere inkomens. En wij willen die mensen ook een plek geven in Amstelveen. Daarvoor moet je voldoende woningen hebben, maar vervolgens moet je ook ervoor zorgen dat die woningen toegankelijk worden gemaakt en vrijkomen van nieuwe mensen met lage inkomens. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind om telkens weer te kijken welke woningen moet je nu waar bouwen, in welke prijsklassen, zodat die woningmarkt goed op gang komt en dat die doorstroom op gang komt, veel verhuisbewegingen en dan komen er ook veel woningen vrij voor de mensen met een lager inkomen. Energiedeskundigen beweren dat over een aantal jaren de energielasten wel eens hoger zouden kunnen zijn als de kale huur. En dan is dit natuurlijk een hele toekomstbestendige woning.